Nee, ja, eigenlijk, zeg maar, wij zijn gewoon van plan dit jaar, als dat even kan, alles te winnen. Dus ja, ook deze World Cup hoort daar zeker bij. Uiteindelijk pakte de EK goed uit voor ons. Zeker een spannend toernooi. De Ieren hadden behoorlijk wat snelheid gevonden en we hadden het al een beetje gedacht. Dus we waren op onze hoede. En ja, uiteindelijk waren we net snel genoeg, maar zeker op scherp gesteld deze trainingsperiode. Ja. Ik denk dat je weer gewoon wel hebt gezien, dus dat je een stap in de goede richting hebt genomen. En dat je ook weer dit jaar je snelheid hebt gevonden, hebt behouden. En ik denk, gewoon fijn die bevestiging even, maar wel ook, ja, wel ook op scherp wat ik zei, dat je wel door moet nu en hopelijk weer wat meer afstand van zo'n ploeg kan nemen. Ja. We varen deze World Cup met een andere boeg, met Sophie Sauer, in plaats van Ellen. Zij heeft helaas hersenschudding opgelopen afgelopen periode. En ja, we troffen haar net weer even. We hebben niet heel veel gezien, omdat ze veel van de revalidatie ook thuis heeft gedaan. Maar het gaat nu echt weer de goede kant op. En wij hebben ondertussen goed door kunnen trainen met Sophie. En ook dat lijkt prima hard te gaan. Dus wat dat betreft ook vertrouwen voor deze wedstrijd, zeker. Ja, ik denk dat wij geluk hebben met de kwaliteiten van onze groep. Ja, dat Sophie Sauer voor ons klaar staat om in te stappen. Ja, dan heb je een hele goede aan. En ja, ik denk dat dat tekenend is voor de groep waarmee wij aan het trainen zijn hier. Je weet eigenlijk niks van een ander, hoe die zich heeft voorbereid. Ja, Europa hebben we dan nu gezien. En ja, je weet dus als je goed vaart dat je daarvoor ligt. Maar ja, ook dan, er gaat gewoon tijd voorbij. Dus je moet wel de vorm zien te behouden. Want dat niet beter worden.